Morgen gasten, vandaag ligt het lot niet in onze eigen handen. Moet je de kop houden? Nee Peter, jij moet de kop houden. Ik weet niet wat dat betekent, maar het wordt waarschijnlijk weer gekkigheid. Ik ga snel mijn spullen pakken. Oh, jongens, is een beetje uitgekomen. Ik heb geen idee wat we gaan doen vandaag, we zullen het zien. Yo, ik ben Niek. En ik ben Gio. Ik ben Vincent. En dit is Street Credits. Wij nemen het tegen elkaar op in de meest debiele opdrachten waarmee we Street Credits kunnen verdienen. De loser van de dag krijgt straf. Maar wie aan het einde van deze serie de minste Street Credits heeft, is pas echt de sjaak. Dan volgt de ultieme straf. Klaar voor? Let's go! We zijn er helemaal klaar voor. Nieuwe draaidag. Van Street Credits. Maar waar zijn mijn vrienden nou? Hier! Hier is iemand! Ik ben er! Hey, woon jij hier? Ja, man. In de saloon? Ja. Heb je hier geslapen vandaag? Ja. Wow. Zo, ben je niet van helemaal... Ja, precies van het, jongen. Wie? Oh, Jezus. Gaan we weer deze grap maken? We moeten eerst de opdracht envelop openen. Hatsa! Heren, jullie zijn gewend om voor de camera te staan. Vandaag een rol achter de camera. Oh jee. Jullie gaan mensen op straat interviewen. Leuk toch? Alleen jij bepaalt helaas niet zelf wat je gaat zeggen. De interviewer krijgt namelijk opdrachten in zijn oortje. Oh, dat is wel lachen hoor. Oh nee. Het is wel, leuk. Maar wacht, het betekent dat we bij elkaar, of niet? Ja, dan kunnen we bij elkaar dingen gaan voelen. Nee, rot op. Dus ik vertrouw jullie echt maar geen meter. Oké, voordat we de straf gaan draaien, hebben we natuurlijk eerst misschien de straf hier liggen. Telefoon, hond, mondkap en vriendin. Zo. Vandaag is rood! Lekker, mondkap. Oei. Mondkap. Laten we maar gaan beginnen met de opdracht. Yes, wie gaat er beginnen eigenlijk? Moeten we daar een stempje schaar van doen? We doen gewoon 3, 2, 1 en dan wijzen gewoon naar één iemand die moet beginnen. Nee, dat nee, die twee stemmen niet. Krijgt. Dat staat nergens op. 3, 2, 1. Yes, het is gewoon unaniem besloten. Het is toch niet eerlijk, maar is goed. Oh, no. Ik neem hem. Ik ga wel. Goed. Doe het wel. Let's go. Wij zitten op de geheime locatie ergens hier in Amersfoort. We zitten helemaal verstopt en we gaan dus nu even Vincent bellen. Oké, ik hoor Niek en Gio nu door dit oortje. Het is toch wel spannend. Hallo Vincent. Spannend. Hallo, ik hoor jullie. Ja, ik hoor jullie luid en duidelijk. Je weet nog niet wat de opdracht is, hè? Ik weet alleen dat ik een microfoon in mijn handen heb. Vertel het! Oké, jij bent presentator van een nieuw programma en het gaat over eten. Ja. Dus je gaat mensen op straat vragen stellen over eten. En ondertussen krijg jij nieuwe opdrachten voor ons. Ja. Ik hou zelf ook van eten, jongens, dus ik vind dat wel leuk. Ik zet hem even op geluid uit, hoor. Maar we gaan hem echt naaien. Keihard naaien. Nou, dan ga ik maar beginnen. Mevrouw, mag ik u misschien wat vragen? Ja. Nou, ik maak een nieuw programma, dat heet Vincent's Kookshow. En wat is uw lievelingsgerecht? Ja, iets met zalm. Met zalm? Zeg ineens chupapi mojano. Vind ik heel lekker, ergens in, maar ook... Chupapi mojano? Nee. Nee? Nee, gerookte zalm. En vraag nog een keer dezelfde vraag. Wat is uw lievelingsgerecht? En gerookte zalm. Oké. Okay. En pesto. Wat is uw lievelingsgerecht? Jullie zitten me enorm in de zeik te nemen. Nee, nee, dus, ik ga in een ander accent praten. Wat is lievelingsgerecht, mevrouw? Oh, je gaat nu opeens Brabants praten. Ik dacht, dus misschien hebben we dan meer ander accent, weer een ander accent. Ich auch. Oké, dank u wel. Oh, het is klaar, ze loopt weg. Oh, ze wil niet meer. Oh, jongens. We gaan gewoon lekker door. We gaan naar de volgende. Dus let's go. Meneer, mag ik u wat vragen? Nou, ik maak een nieuw kookprogramma. En ik was heel erg benieuwd. Ik ben in verschillende steden aan het kijken naar wat mensen nou echt lekker vinden om te eten per stad. En ik ben chef-kok. U bent chef-kok? Wat toevallig. Ja. Wat toevallig. Wat is je lievelingsgerecht om te maken? Nou, tegenwoordig maak ik het liefst Ayam Crispy Chili. Vraag even iets harder kan praten. Ja, ik ben de enige die het maakt. Misschien iets harder praten. Ik ben de enige die het maakt, denk ik. Nee, nog iets harder. Eigen gerecht, dat heb ik gemaakt. Oh, leuk. Dus, kunt u nog iets harder praten? Ja. Dus... Nou, ik denk dat het... en wat mensen lekker vinden. Kijk, ja, vooral de Indonesische keuken natuurlijk. Zeg dat je nog steeds niet verstaat. Ik ook gewoon nog praten. Zeg tegen de productie. Kunt u misschien iets harder praten nog? Ja, ik heb vorige week voor het eerst een... volledige vegan rijsttafel. Een vegan rijsttafel? Gemaakt en verkocht. Zeg dat dit niet gaat werken, dat je het niet verstaat. Omdat we een week zonder vlees. Dat heb ik 10
vegan gerechten gemaakt. Zo, hij stoort een beetje. Ja. Kijk die man ook. Is dit Probeer met de andere kant van de stok. Probeer met de andere kant van de stok. Misschien werkt dat beter. We gaan het zo proberen. Nee, dat is echt... Hij schapt er ook in. Hij praat ook gewoon door. Kunnen we eigenlijk geen vegan gerechten, of we moeten het over gado gado hebben. Ja. Ja. Zegt Chupapi Mujanjo. En Chupapi Mujanjo? Chupapi Mujanjo? Dat hou. Weet u wat dat is? Nee. Nou ja, ik... nou, meneer, dankjewel voor het interview. Heel erg, dankjewel. Mooi gemaakt. Ja, succes met je programma. Dankjewel. Oh. Hij staat nog steeds met die stok zo. Oh, dat heeft hij echt goed gedaan. Ja. Bro, Vin, dat heb je echt heel goed gedaan. Ja, lachen. Maar wat is dit? Die man. Hij loopt ook gewoon echt zeg maar heel vrolijk weer door. Maar goed gedaan, Vin. Ja, heel goed gedaan. Ja. Oké, nou, wie van jullie gaat er nu, jongens? Niek gaat. Oh, ik ga wel. To say anymore, I just wanna be in love with you. Please have mercy. Oké, Niek. Hey! Kijk, ja, kijk, een paard. Zie je dat mooie paard? Kijk, dat paard. Kijk, zie je dat? Ik zie een paard. Dat, ja. Dat is Peter het paard. Peter? Ja. Jij gaat een programma maken over dieren. Over dieren. Peter het paard is erg bij de hand en best wel, Brutaal. Ja, brutaal. Dus brutaal. Jij moet eigenlijk een soort van je eigen stem en het paard zijn stem ook doen. Maar het paard gaat allemaal beledigingen maken zoals, je stinkt uit je bek. Maar ja. Dan op een andere manier. Dus maar, je moet een beetje buiten spreken. Doe eens even een stemmetje. Doe eens even een stemmetje voor het paard. Hallo, ik ben Peter het paard. Een programma over dieren. We gaan even iemand zoeken, ja. En alles wat wij zeggen, zegt het paard dus, ja? Duidelijk. Oké, is goed. Oké. Okay. Meneer, mag ik u een vraag stellen? Ik maak namelijk een programma over dieren. Kijk eens aan. Wat is uw lievelingsdier? Een lievelingsdier? Ja. Een mens. Nee, mens? Zeg een paard. Nee, niet zeg een paard. Oh, Peter de paard is er niet mee eens. Hij praat nog gelijk, hè? Oh, nee. Waarom een mens? Ik vind mensen, daar kun je mee praten, zijn sociale dieren. Ik ben Peter het paard! Dag Peter. Oh, daar ging mijn microfoon. Stomme rot, Niek, je moet wel die microfoon goed vastmaken! Meneer, als u zelf een dier zou willen zijn, welk dier zou u dan willen zijn? Oeh, ja, de ene dag een vogel, de andere dag een leeuw. Zou geen paard willen zijn? Nee. Oké. Okay. Je lijkt er wel verdomd op. U lijkt wel op een paard! Dat kan, dat weet ik niet. Ik kijk niet zoveel in de spiegel. Sorry. En u zou dus het liefst een vogel willen zijn? Ja. Omdat die kunnen vliegen? Nou, niet doen Peter. Houd rustig. Ja, precies dat. Praat echt tegen Peter alsof hij er niet goed is. Peter, we weten dat deze man niet helemaal in orde is, maar... Dan moet je kop houden! Moet je kop houden! Nee Peter, jij moet je kop houden. Nu niet het moment. Woont u in Amersfoort? Nee. Oh, waar komt u vandaan? Laat Peter la zeggen. U woont in Amsterdam? Oké. Okay. Wat doet u dan in Amersfoort? Ik werk hier. Druk het paard steeds dichter bij zijn gezicht. Ja, laat het paard echt heel langzaam dichter bij zijn gezicht komen. Wat zei je? Een mediaproductie. We maken video's onder andere. Serieus? Ja. Eigenlijk ook dit soort video's? Nou, wel leukere video's. Wel leukere video's. Gewoon heel lang niks zeggen. Gewoon de hele tijd wachten. En dan opeens moet Peter heel hard, tjoepapi mojantje, heel lang niks zeggen. Zal ik weer verder gaan? Ik wil nog één ding zeggen. Schreeuwen, echt heel hard op de hele straat. Chupapi Mujanjo! Peter kappen. Mooie woorden. Peter kappen nu. Oké, dank u wel. Succes. Dank u wel. Oh my god. Oh, dat was... Oh, jongens. Ik heb echt mijn best gedaan voor jullie. Ik vind het een geslaagd interview. Ja. Ik ben benieuwd hoe Gio dit gaat doen. Oh, ik ga me echt dood. We hebben een leuke opdracht voor jou. Ja. Jij gaat een interview doen met iemand. Inderdaad over kleding of zo, weet je wel. Ja. En vervolgens ga jij heel arrogant doen tegen de ploeg waarmee je werkt. Dus dat jij zegt van, jongens, kom op, het geluid is niet goed. Of jongens, de microfoon werkt volgens mij niet. Dan zeg jij, ja jongens, kom op nou, ik zei je toch niet voor mijn lol, krijg je ook gewoon betaald, ik wil dat het allemaal werkt. Moet ik het nou in de open straat gaan doen? Moet ik je echt serieus... Hier, die man daar, in de rode jas, links. Meneer, mag ik u wat vragen? Ik wil vragen wat voor kleding u aan heeft. Ik heb letterlijk geen idee. Geen idee? Geen idee. Zeg tegen de cameraman dat hij ergens even ergens anders moet staan. De cameraman moet iets meer die kant op. Dat is mijn betere hoek. Ja, dit is een betere hoek. Ga nou even iets meer... Ik heb hem al echt iets
Jongens, kunnen we even opletten nu? Kunnen we even op... Let even op. Blijf even goed staan. Ja, dus waar zijn uw schoenen van? Ja, stop maar die scooter. Stop maar. Ja, stop. Wacht even, stop. Die scooter. Dat kan je toch even aangeven? Zeg even, jongens, even nu, kom op, even focussen. We hebben een half uurtje. Ik wil naar huis. Even, kom op, even focussen. We hebben een half uurtje. Deze meneer hebben we eindelijk... Ja? Ja, sorry. En de broek, die, weten waar die gekocht? Nee. Ik zei toch even dat je daar moest staan? Jee, ik sta hier toch niet voor mijn lol? Ja, sorry, ik werk echt voor het eerst met hun, dus... Oké. Doe alsof je een hele harde piep in je oor krijgt. Yo. Wat is die piep nou de hele tijd? En nu echt schreeuwen. Kap nou, jongens! Kap nou even met die piep, jongen! Ga even daar staan. Zeg gewoon, dit is je laatste kans, anders mag je op... Ja, ik zit anders mag je echt op... als hij niet goed in beeld staat. Ik ben even helemaal de draad kwijt. Je jas, dat weet je niet meer. Nee, zeker niet. Nee, deze... Daar blijven staan! Ik zei daar blijven staan! Geef die microfoon aan die man en ga achter de camera staan. Wacht even, kan je me even vasthouden? Ik zeg toch... Laat me even kijken dan. Hier. Even kijken. Ja, dit ziet er toch niet uit. Je pakt die man vanaf zijn middel hier. Nee, loop jij weg. Zegt, jongens, ik kap ermee. Staat hij nu goed? Ja. Goed? Ja. Wacht even. Jezus. Wat een item zeg. Laat me ook zitten. Ja, sorry meneer, laat me zitten joh. Jezus. Ik hoef nooit meer met jou te werken joh. Tjoepapi, tjoepapi. Tjoepapi, moet jij joh. Lekker G, dit is fantastisch. Holy shit. Fantastisch. Holy shit. Ja, dit is goed man. Lekker G, wel goed gedaan houden. Oké, ik heb weer de stok in mijn handen en we moeten nog een keer. Oké, jongens, kom maar op. Oké, de volgende opdracht voor jou is, jij gaat eerst vanuit een lokale omroep een heel serieus interview doen over de verlengde lockdown, wat mensen daarvan vinden. Maar je bouwt het zeg maar op tot het moment dat je aan het eind ineens in je broek begint te poepen. Je kan het niet meer tegenhouden. Ja. Fuck. Waarom is dit zo... Mag ik wat vragen? We weten natuurlijk allemaal dat de maatregelen dus verlengd worden. Ja. Wat vinden we daarvan? Ik ben niet per se voorstander. Vraag of ze wat harder kan praten. Alles wat je nu... Okay, zou je misschien iets harder... Ik hoor hem niet. Oh, ja, sorry. Ja, dat maakt niet uit hoor, dus technisch. Ga maar iets moeilijker kijken, Vincent, alsof je krampjes krijgt. Ja, precies. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, nee, ik snap het zeker. Ja. Maar wanneer denk je dat het allemaal ophoudt? Oh god, ik zou het niet weten. Ik denk... Jezus, sorry. Nu even tussendoor, is er een wc hier? Ja. Jongens, is hier trouwens ook bijna in de buurt een wc ergens of straks? Oh ja, sorry, ik ben echt het klinkt stom, ik moet heel nodig schijten. Nee, hier is dat ding is. Bouw het op, maak het steeds erger, het gevoel. Oh, jezus. Ja, oké, heel erg snel nog. Ja, sorry, heel ongemakkelijk, jezus. Je hebt op de corona-maatregelen... Oké, Vincent, wij gaan aftellen van 5 naar 0 en dan moet je gewoon poep in je broek laten voelen. Ja? Oké. Ik denk dat zeg maar niet naar het buitenland reizen, dat vind ik eigenlijk de enige 5, maatregel waar ik het nog wel eens... 4. Oké. Oh, jezus. Ja, nu moet je echt passen. Nee, ja, ik moet heel nog... Oh, jongens, is een beetje uitgekomen. Ik moet nu gaan. Oké, nou, sorry hoor, bedankt. Sorry. Okay. Rem weg, dit is heel ongemakkelijk. Oké, sorry. Dankjewel. Dit is zo ongemakkelijk, jongens. Oh, wat moet die vrouw niet denken? Is hij geslaagd, opdracht? Ik vind, ja, is wel ik vind hem wel geslaagd. Ja. Geslaagd. Ja. Nou, fijn. Kom maar terug. Kom maar terug, lekker bezig. Hey. Gasten. Emma. Eerlijk. Gedaan. Toch? Lekker gedaan. Dit was toch echt serieus gewoon goed? Ja, zeker. Ben je helemaal naar het flat geweest uiteindelijk? Nee? Ik moest ook niet echt. Maar wie gaat er nu? Hoe reageert zij? Maar Gio wil heel graag nu. Dus nee, niet ging. Nee, steen, papier, schaar gewoon. Nee, niet ging. Nee, we hadden afgesproken dat niet ging. Nee, ik vind steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Bam. Nou. Hey, Niek. Hey! Niek, jouw opdracht voor vandaag. Jij moet eigenlijk een koppertje zoeken, dat zou het fijnste zijn. En anders gewoon het liefst een dame. En jij moet heel erg gaan flirten met de dame en de man compleet negeren. Je presenteert je eigen dateshow. Ja, jij gaat een liefdesprogramma maken. Maar jij gaat je alleen focussen op de vrouw. En moet je zorgen dat die man jou echt gaat haten. Dat hij denkt van waarom zit hij met mijn vrouw te flirten.
Oké, dus ik moet op zoek naar een stel. Hallo, wat hebben jullie mooie fietsen zeg? Mag ik even wat vragen stellen? Zijn jullie een setje? Wij zijn een setje, ja. Nou, dat is helemaal mooi. Vraag hoe ze elkaar moeten hebben en dan als die man wat zegt, gewoon zo. Oké, een beetje zo heel ongeïnteresseerd en altijd weer terug naar de vrouw. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ah, via internet. Oh, dat is ook niet leuk. Hoe dan? Dat is ook niet leuk. Via een 50-plus dating site. 50-plus? Wilt u 50-plus? Dat zou ik echt niet zeggen. Nee, hè? Ja. Vraag aan die man of je ook op de 50-plus site zat of op de 70-plus site. En zat u op de 50-plus of op de 70-plus site? 50-plus. Ah, oké. Oh, dat zou je niet zeggen. Dat zou je niet zeggen, natuurlijk. Iets ouder. Iets ouder ziet u er wel uit, toch? Tof. Ik was net gepensioneerd, dus. Oké. Stel straks gewoon een vraag en houden dan eerst de microfoon bij de man, dan ineens bij de vrouw als die man begint te praten. En wat zijn jullie vandaag aan het doen? Nu naar de vrouw. Dan moest even. Sorry, ik vroeg het aan de vrouw. Moesje voor de telefoon. Dat hebben we gedaan. Wat is het laatste romantische wat uw man gedaan heeft? En dan reageer saai. Ja. Wat is het laatste romantische wat uw man voor u heeft gedaan? Dat we 10 jaar samen waren, een lunch van Corazon. Valt wel tegen. Dat valt wel echt tegen. Oh. Corazon. Dus jullie waren 10 jaar samen en dan regelt hij alleen een lunch? Nou, het is lockdown-tijd, hè? Het is lockdown-tijd, dus... Zeg dat je nog een vrouw zoekt voor je datingprogramma en dat je heel graag wel echt iets romantisch wil doen in plaats van dat die man doet. Ja, dat jij er wel op te bieden hebt. Ja. Maar ik kan u beloven dat als wij samen op date gaan, dat ik u wel echt wat te bieden heb. En dat je ook geld hebt. En ik heb ook veel geld. Oh. En twee huizen. Nou, en twee huizen. Een goed karakter. Ja. Dus okay. Wat denkt u ervan? Durft u met mij het bootje in te stappen? En mij in te ruilen? Ik wil hem voor geen goud kwijt. En geld is maar heel... Als ze zegt nee, zeg dan maar, blijf dan maar bij het saaie leven. Ja. Nou, weet je, als u voor het saaie leven kiest, dan is dat uw keus. Tot ziens. Okay. Bedankt. Goed gedaan, Nick. Goed gedaan. Ah, ik haat jullie. Die man die heeft echt zin om mij kapot. Ik zat helemaal te shaken. Ik vond het echt eng, jongen. Ja, Pink, maar die man jij, die denkt echt zo van wat een rot ventje die mij helemaal kapot maakt tegenover mijn vrouw. Love is in the air. Ja, nee, ik vond het niet heel lekker gaan. Nee, ik vond het ook tegenvallen. Ik vond het best wel tegenvallen. Met die celletjes? Ja, weet je, op een gegeven moment was het gewoon te nep. Dat ik dacht van ja, het werkt niet. Hij was echt goed. Dat was echt goed. Grapje. Ja. Nee, je deed echt goed. Ik vond het heel moeilijk om het te doen, namelijk die laatste. Ja, ik wil ook eigenlijk echt niet. Kan ik hem niet uitkopen of zo? Ja, Gio, we hebben best wel gewoon de lat hoog gelegd. Als jij iets zometeen iets niet durft te zeggen, heb je sowieso verloren. Ja, je moet sowieso alles zeggen. Ja, weet ik wel. Dus dat sowieso. Doei. Gio. Ga maar. Succes. Oh ja, moet ik gaan? Oké. Ik neem jouw stoel over. Jij gaat op zoek naar het Amersfoortse gevoel. Je gaat de mensen in Amersfoort vragen hoe het is om hier te wonen en wat ze er zo leuk aan vinden. Goed? Ja. Ja. En wij gaan tussendoor gewoon opdrachten geven. Succes! Nou, dankjewel jongens. Meneer, mag ik u wat vragen? Wat vindt u van... woont u in Amersfoort? Jazeker. Wat fijn. Wat vindt u van Amersfoort? Wat vindt u van Amersfoort? Mooi, ik woon er al... Wat Gio, krijg nu kramp in je kuit. Oh, wacht. Oh, ja, zo. Ga op de grond zitten. Heel erg veel kramp. Vraag die man of die jou kan helpen. Kan je opstrekken? Doe even je benen omhoog. Even van de rug. Zo. Oh, kunt u even... Krapier van de pijn, ga schreeuwen. Echt, roept je papi. Nee. Kermende pijn, dat je doodgaat. Oké, het is weg. De pijn is weg. Doodnormaal doen. Gewoon zeggen sorry. Sorry. Ja, ik heb er vaak last van. Ik heb zo'n aandoening. Woont u al een hele leven in Amersfoort? Hoe lang woont u in Amersfoort? Ik dacht dat zo'n... Hoe oud bent u? Nee, dat vraag ik niet. Oh, sorry. Krijg weer kramp. Oh, wacht even. Oh. Zo, nee. Ga zitten. Productie, help even. Nee, dat kan... Ga knock-out. Vraag die man of die wil helpen. Ga huilen. Echt huilen. Ga rollen. Roep mama. Mam! Mama! Blijf doorgaan, Oké, ga knock-out. Bel een taxi anders maar even. Voor straks. Oké, ga weer staan. Doe alsof er niks aan de hand is. Ga weer staan. Wat als er nu wel? Ja, dat is weer goed. Wat is het leukste aan Amersfoort? Wat is het leukste aan Amersfoort? En dan gaat gewoon door.
Ja. Lijkt zo'n antwoord. Ja, gewoon. Het is een stadje. Een stadje. Oké, ja, ik kom samen met Rotterdam. Dus je hebt nu migraine. Maar, ja. Oh, nu komt die migraineaanval weer. Echt pijn, echt pijn. Nee, ja. Ga met je, met je hand tegen je hoofd aanslaan. Ja, ik denk het ook. Oh, ik denk het ook. Oh. Jongens, schreeuw nu wel. Jongens, tegen de politie, ik wil nu een glaasje water. Oh, ik wil een glaasje water, jongens. Kom op, geef even een glaasje water. Ja, dankjewel. Glaasje water! Ga liggen. Echt heel erg schreeuwen. Kramp weer, gewoon heel erg kramp. Schreeuwen. Ik heb kramp! Oh, ik kan niet meer aankijken. Gio, kom maar terug. Kom maar terug. Oh, ik kan hem niet meer aankijken, jongens. Ja, we hebben het alle drie eigenlijk heel goed gedaan. Maar ja, we hebben unaniem besloten dat Gio toch wel de winnaar van de dag is. Yes! Ja, lekker buiten zijn comfortzone. Echt zwaar uit mijn comfortzone. Ja, je ging op de grond liggen, echt seppel. Ruzie maken. Had dat wel 0 punten. Maar ja, wij hebben ook eerder ons huis gedaan. Ja. Alleen, omdat jij sowieso gewonnen hebt, ben jij het jurylid. Wie heeft er verloren? Nou, ik ging dus wel heel erg stuk eigenlijk bij jou. Met die microfoon die je ook omdraaide. Die vond ik eigenlijk wel echt het beste. Maar ik denk... was ook heel grappig, toch? Ja, jij was ook wel grappig, maar ik denk ook wel. Vond ook je wel hem leuker dan mij, met mij? Ja. Denk het wel. Sorry man. Yay! Yes. Dus daar ben ik niet de verliezer. Spijt me. Dus jij bent de verliezer. Kan jij hem voorlezen wat de straf is? Ja, ik wil hem voorlezen. Mondkap. We spelen mondklapje. Je vrienden laten 2 mondkapjes op je gezicht klappen. Helaas voor jou zijn deze gevuld met heerlijke hapjes. Oh. Oh, leuk. Oh. Hey! Wat? Oh, als een kattenpultje of zo. We hebben, even kijken, een prachtige sambal oelek. En wat hebben we nog meer? Dit is? Schimmelkaas. Schimmel, is het, ja. Is dit schimmelkaas? Ik denk het. Verdammer. We geen bestek hier? Ja, gooi het er maar in. Oh, oh. Oh nee, die komt op mijn hand. Oh, sorry, dat ging kapot. Kijk eens, het lekker mondkapje hier. Ja? Mm-hmm. 3, 2, 1. Oh. Zo, wat heb jij gedaan? Holy shit. Oh. Oh, die brandt echt als een deten. Zo. Oké, de volgende. Kaasje erbij. 3, 2, 1. Je moet wel een beetje aanduwen. Kom op. Kijk maar. Nou, vonden jullie dit een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Gio wint deze aflevering. Hij krijgt 3 puntjes erbij. Vincent krijgt 1 puntje erbij. En Niek, je moet echt beter je best gaan doen. En dat betekent dat de eindstand het volgende klinkt. Niek en Vincent op 8 punten. En Gio staat nu op 4.